This time on Paranormal Activities. Ze is misschien haar kinderkamer geweest. Shadows forming on the wall. Doors slamming shut. Furniture moving on its own. Lights flickering. Then it's time to call in a team of Dutch professionals. Psychic mediums and special equipment are being used to determine if these occurrences can be explained, or if there is something else lurking beyond. This is Paranormal Activities. Sinds die pub, het zijn gewoon heel rare dingen. Ik weet niet hoe ik het dan. Ja, maar ook dat je een man binnen staat en dat gewoon de deur voor je neus open en dicht gaat. Ja. Oké. Okay. Wasmachine aan en uit springen, droger aan en uit. Licht knipperen al, moet ik zeggen. Op het moment is het wel rustiger. Maar het is ook op een verjaardag bijvoorbeeld. Laatst was ik op de verjaardag van mijn neef. En mijn moeder weet dat ik mijn mond is niet zo nieuw, zo aan de grote klok gaat hangen. En ik trek zo wit weg om en mijn moeder zegt. Meester. Dus ja, nou word ik gewoon weer om mijn haar getrokken. Gewoon uit het niks. Het gebeurt in de auto, het gebeurt in de winkel. Het lijkt wel, het is een beetje de pik hebben op mij. Oh, ze gaan ook met je mee. Het is niet alleen hier. Nee. Oké. Okay. Dat is. Ja, haar is echt gewoon overal eigenlijk. Ook als we ergens heen rijden of zo, of kamperen. Dan is dat, meestal dat alleen naar je haar getrokken wordt. Maar dan hebben we niet verlichting en zo. En sinds wanneer is hij hier komt wonen? Dat je hier bent komen wonen of al eerder? Ja, hij wil toch wel sinds dat ik hier woon en dat is in augustus 2 jaar. Oké. Okay. Maar het is echt mijn fases. De ene fase is gewoon kei erg. In mijn ogen is het heel erg natuurlijk. Mm-hmm. En dan 2 maanden later dan is er eigenlijk gewoon helemaal niks. Het lijkt erop dat het komt en het gaat. Mm-hmm. Dus dat is wel heel fijn. En het is vooral veel boven. Ik heb laatst, hoe lang is dat geleden? 3 weken? Dan was mijn medicijnen rond opgelopen. Ja, laatst dat voor 3 weken oud, 2-3 weken.
En we lopen eigenlijk naar boven, want ik had zoiets, dat ga ik niet alleen doen. En hij is daar niet heel serieus in en ik dan wel. En dan krijg je stroom in haar keer. Dus eigenlijk overal saai doorheen. En toen gingen we naar de rand, gingen we de ramen openzetten. En we wilden niet weten hoeveel lucht er in de gang hing. Het leek wel of dat, ja, ik weet niet. Ik weet niet waar ik mee moet vergelijken, maar het leek wel of dat iemand gewoon dood was gegaan. Het stonk echt hard. Ze hadden wel vieze lucht in, man. Ja, echt. Mijn collega die zei van, ja, het lijkt wel of dat verbrand haar is. Maar ja, daar vond ik ook niet heel aan ruiken. Je kunt het gewoon niet plaatsen. En dat is ook de eerste keer dat ik daar geroken heb. Oké, dat is wel apart. Ja. Dus terug, ja, gewoon lekker kunnen wonen samen. En minder ruzie maken. Ja, maar als ik weet waar het is en het gaat niet meer vervelen, vind ik het ook niet erg. Maar het liefst hebben dat het gewoon weg is. Ja, precies. Jullie hebben hier niet vanaf het begin samen gewoond? Nee, hij heeft zijn laatste ex gewoond. Oké. Maar die heeft dan niet zo gezegd. Het heb ik ook helemaal nooit iets gemaakt. Dus het is eigenlijk met name begonnen toen jij hier kwam. Ja, ik wil alleen de situatie helder krijgen. Nou, het is op zich wel leuk nadat je daar zo over begint toen ik thuis woonde. Toen mijn vader net overleden was, toen zei ik al steeds van, mama, ik heb papa naast mijn bed gezien. Jij is bijna 21 jaar geleden. Ik zei, Rob, en jij, ik weet nog een paar karaktereigenschappen, maar dat is zo lang geleden. Of dat verdring je, of dat doe je. En dan ga je nadenken en denk je, ja. Maar ik heb toen daadwerkelijk iemand aan mijn bed zien staan. Maar dan kun je niet meer zo ver in je geheugen, ik in ieder geval niet, maar dat je dan ook gewoon echt duidelijk kan zeggen van ja, dat is ons pap geweest. Ik heb ook in mijn bed als geleden vroeger. Ik jank uit de kamer van mijn moeder oprennen van dat er iemand aan mijn voeten zat te kittelen. Maar dan denk je, je bent een kind, dat is allemaal fantasie. Maar als je dan nou dit soort dingen meemaakt, dan ga je wel terugdenken van ja, was dat wel fantasie? Precies. Ja. En dat is voor mij het moeilijkste. Nou, dat hadden we in het begin ook, hè? Ja, wat is echt en waar word ik gek? Ja, dus en daar heb ik ook naar hem toe gemaild. Ik zei, ik heb af en toe echt gewoon het gevoel dat ik gek aan het worden ben. Ja, dat snap ik. In ieder geval, samenvattend, er gebeurt gewoon heel veel. Ja. Voetstappen, het idee dat je mensen ziet. Er wordt echt fysiek contact met jullie allebei gemaakt. Je hebt het idee dat het je vader zou kunnen zijn. Ja. Je vader is nu ruim 21 jaar. Ja, dat is in december 21 jaar overleden. Ja, en eigenlijk heb je, wat ik begrijp ook van je, heb je er eigenlijk altijd wel last van. Ja. Het is niet alleen hier. Nee. Het is een beetje iets wat je hebt meegenomen door je hele leven heen. Ja, en nou komt er eigenlijk meer dan ooit iets rond. Ja, en je denkt nou zelf niet meer dat alleen een paar is. Nee. Oké, je hebt het idee dat er meer is. Maar zijn er meer mensen in je omgeving overleden of die op een of andere manier zich met je zouden willen bemoeien? Ik zou zo 1, 2, 3 in ieder geval niet zo iemand. Ja, het zou de vader van mijn vader kunnen dragen, dan zou ik niet begrijpen wat hij hier doet, want die ken je nog niet. Nee, maar ja, hij heeft zijn eigen nooit over maar een film te zwemmen, maar wel. Ja, precies. Daar heb ik meer een aandragelijke gevoel van, om zo te zeggen, dan dat het echt mijn opa was. Ik zou het helemaal niet weten. Nee, oké, dat hoeft ook niet. Okay, misschien kun jij dan straks antwoord op geven. Ja. Ja, misschien wel inderdaad. Zou leuk zijn. Kijken wat het is. Ja, heel benieuwd. Maar van de ene kant, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, schijt ik 7 kleuren stond. Ja. En van de andere kant heb ik wel zoiets van. Als we het weten, is het ook fijn. Ja. Ja, dan weet je wat het is. Ja. Ja. En hoe jij dan wel moet gaan. Precies. Ja. Ja, je kunt gewoon heel kijken, draaien. Je kunt weten. Als je denkt van al hebt, ga snel zitten. Die woont hiernaast aan deze muur? Ik weet niet hoe dat hun heet. Geen contact mee? Nee. Dom. Ja. U woont hiernaast. Zijn er wat andere mensen? Je kunt best aan hem vragen, ik heb daar geen contact mee.
Lia. John en Lia. Zijn dat oudere mensen? Wel, wel ouder. Op leeftijd? Ja. Ouder dan mij tenminste. Ouder dan wie? Jou? Volgens mij in de buurt van de 50 ergens onderin. Ja, oké. Okay. Dan weten ze het meteen. De vraag is of die man slecht Holland was. Ja. We zijn hier raar. Ja, hij zit thuis hetzelfde. Ja, maar ik heb begrepen is dat hier... Nee, want hij zit eerst van Wilbon. Van de andere kant? Ja. Hebben die? Conflicten met elkaar alsof. Dat is met die garages. Hoe was dat toen? Conflicten, joh, dat wil je weten. Dat is dat wel opgekregen. Oh. Een meter en zo. 1 meter. Ik meet de elektriciteit in de lucht hangt. Okay. Elektromagnetische velden. Ja. Oké, ja, ik vraag ondertussen misschien wel. Kijk, maar er is al wat. Eens kijken, dat is ook vreemd. Zeg, wat zie je van jouw ding af aan? Ik zie heel veel dingen. Als je heel goed kijkt, zie je ook wat. Kattenkop. Nee, ik heb twee dingen wat ik zie. Het is sowieso iets met een oude vrouw, maar... Het kan zijn dat die vrouw misschien gekoppeld zit aan die kat. Zou ik nog eens zeggen, maar... Ik wil terug naar die man. Oei, je nek. Train over elkaar of... Ja, wij hebben nog allebei foto's. Ja, ik denk vrouw. Ik loop meestal onder mijn fototoestel zakje pannen om. Ga heel even zitten als je niet even vindt. Nee, toch. Maakt niet uit. Hebben jullie af en toe wel eens onverklaarbare luchten in huis? Nee. Ja, toch. Vooral hier, op je slaapkamer. Ja. Waar zei je laatst toen jij boven kwam, ruik het hier aan? Nee, het is wel een tijdje geleden hier. En, ene keer het ene, en aan de andere kant denk je, nee, het is troostaande redenering. Maar dan ga je naar het toilet en dan is het lekker fris. Hier op jouw wc zitten. Moet wel heel eerlijk zijn hier. Je krijgt wel vaak de lucht van buitenaf. Dat is ook echt van de ja, maar dan moeten we dat allemaal ruiken. Nee. Ik krijg echt te maken met ik ook, hè? Ja, tevoren. Echt afvallig. Pieter Jan, ik ga jou vragen. Ja. Maria is er vandaag niet bij. Ja. Petra? Ja. Let jullie goed op mij. Natuurlijk. Dan probeer ik een trans. Ja. Die geur die je raakt, die hoort bij die persoon. Dat is echt. Ga je even voorstellen, als je een oudere man kent, zo een jaar of 80 en zichzelf niet zo goed verzorgt, en al daar eenzelfde truitje aan heeft. Wat nog eens? Zelfde daar een trui aan heeft. Jullie opa. Die was er zo dementerend. Die bibberde zo. Kennen jullie hem? Ja, hij kent hem. Ben nog half, hè? Ben nog half trouwens. Ga hem nog niet helemaal overnemen. Deze man die plast in zijn broek. Hij mankeerde heel veel, hè? Jullie dachten allemaal dat ik het niet begreep. Jullie dachten dat ik gek was. Ik kon alles horen. Alles. Zou je wat meer uitleg kunnen geven? Wat precies? Ik
antwoorden. Zou je me je naam kunnen vertellen, dat ik weet met wie ik spreek? Welke? Mijn naam. Ik mag allebei weer jezelf op tijd als bij ons. Malle Pietje. En dat is jezelf. Zo voelt het me, denk ik. Dat ze dacht dat je gek was. Maar dat was je niet. Kijk, dan gaat hij hier af. Die andere opa, die aardige opa, had die moest daar. Ja. Die woont niet in Nederland. Wat zeg je? Die woont niet in Nederland. Ik zie namelijk heel veel diagon. Daar zie ik hem echt schoon van. Dat is zijn passie, zeg maar. Kind overleden. Ja. Dan wou ik dus net zeggen bij die foto, er is iets met een kindje, maar dat is toch wat strakker. Is het in het verband met jou? Ja, ik wil niet zo zeggen dat jij de vader bent of zo, hè, maar het is een familie. Ik heb hem niet eens gekend. Okay. Is dat weer een man? Wel samen, hè, opa. Dus dan... Het is dat kindje. Is dat kindje tragisch omgekomen? Nee. Ja, stroomdruk. Kijk dan, ze gaan die nou allemaal af. Oh, en hoog, jongen, zo. Wat ik gehoord heb, is dat er ook een heel drukke kindje was. Apart. Echt waar? Je loopt hier gewoon echt mee te spelen. Dat gebeurt bijna nooit, hè. Ja, ze hebben een tikkertje spelen. Kijk, daar gaat hij van Maart ook mee. Oh! Een kindje, ja. Ben je een tikkertje aan het spelen met de apparatuur van ons nu? Tik hem deze maar aan. Mag wel. Ja, dat denk ik goed zo. Kijk, hè. Probeer nu deze. Oh, dat vind ik echt mooi. Probeer dat smaak wel te maken. Ik vroeg eigenlijk voor Anton, maar hij laat het zien dat het is weg. Behalve die pakt je niet. Nee. Maar dat is wel mooi. Dus dat vind ik echt mooi. Hé, hey, even twee. Oh, hier dan maar. Ja. Jullie hebben een keer wat hartje over, hè? Ja, dan. Oh, oké. Okay. Nou, hoef ik het allemaal te vragen. Vragen, is die kelder is die verbouwd? Nou, jullie zeggen al, we hebben geen kelder, dus die kelder is gewoon dichtgemaakt. Ja, we hebben het dichtgemaakt. Dat is gebeurd voor jullie hier kwamen wonen? Ja, lang voor jullie kwamen. Vorige bewoner heeft het al meegemaakt? En die kwam er ten achter dat alle papieren tot een bepaalde tijd afgefikt waren in het kadaster. Die oudere man. Vieze man.
Die dove man, het lijkt net of het één persoon is. Dus ik laat het even los van je opa. Ik heb het gevoel dat het om die oud-bewoner gaat. Jullie zeggen hij is nooit gevonden, hij was verdwenen. Die man praatte over geldkwesties. Ik heb het gevoel, en dat klinkt misschien, ik hoop dat ik er helemaal naast zit en dat het mijn dochter gewoon is. Ik hoop dat hij wil bevestigen met twee keer te knippen. Ik heb het gevoel dat er hier iets verstopt is in die kelder. En juist daardoor die papieren weg zijn. Hè? Als de papieren niet bestaan, dan bestaat die kelder ook niet meer. Klopt dat? Ik krijg, wat is de naam? Harmsen? Of heet hij jezelf Harm? Kun je het bevestigen? Was je achternaam Harm? Harmsen? Bevestiging voor twee keer te knipperen is ja? En heeft hij hier gewoond, die Harmsen? Meneer Harmsen, of nog eens een keer omlaag te laten gaan. Ondanks dat we geen temperatuurmeter hebben, maar laat het mij voelen. Ja. Waar jij hier op shot draaier is, mm-hmm. De rug van Don. Ja. Kan je het nog kouder laten worden? Probeer eens meer in het midden te komen. En dan krijg ik weer dat die niet door kunnen ademen.
Kan je hem donkerder laten maken? Een beetje oranje? Misschien wel rood? Mensen hebben last van je die hier wonen. Je kan zoveel laten voelen. De mensen bang laten maken. Zat iemand naast me. Nu. Waarom ben je nou niet zo krachtig dan? Leuk om Pieter Jan te duwen. Ga je nou iets iemand gaan zoeken die wat zwakker is nu? Waarom probeer je de strijd niet met mij aan? Je kan via mij communiceren. Waarom laat je je eigen niet zien en niet voelen? Ben ik te sterk voor je? Ik sta met mijn hoofd in die balk en toch probeer ik het door te duwen. Kan je Pieter Jan met rust laten? Kom eens gewoon naar mij en laat het apparaatje afgaan. Je laat zien dat je sterk genoeg bent. Laat het apparaatje afgaan dan. Nu ga ik je gewoon uitdagen. Jij laat zien dat je sterk bent. Nou, laat het maar zien hier op materiaal dan. Wij willen nog steeds energie, Jan. Hoor. Kom maar. Probeer je eigen meer te aarden, Pieter Jan. Zo. Kun je zelf nog technieken aanpassen of moet ik helpen? Nee, ga maar. Logeerkamer, zo noem ik hem mooi. Is het ook. Oké. Niet prettig zijn voor de logees, hè? Sorry. Hebben die überhaupt wel als logees geslapen? Ja. Hebben die ervaringen meegemaakt? Of dat ze zeggen van, nou, ik heb helemaal slecht geslapen? Of, Ja, ik sliep daar geregeld. Mooi zo. En dan krijg ik de raam. En dat lijkt voor mij of het zijn twee hele kleine raampjes of één grotere raam. De raam, daar zit erin. Daar zat erin. Tenminste, toen ik er kwam. Maar je hebt geen oude foto's van oude straat? Jawel. En staan daar andere ramen in? Nee. Gewoon dit soort? Ja. Waarom zie ik twee van die kleine raampjes? Raampjes die je met zo'n arm, weet je wel, zo'n armpje naar buiten draait. Zo ja, die openslaande raampjes. Waarom laat u me dat zien? Mag ik iets stom zeggen? Ja. Dat is dat vroeger altijd een kelder, hè? Ik weet niet of dat hier is geweest, maar vroeger zat er altijd een kelder. Van die openstaande raampjes? Mm-hmm. Dat weet ik niet of dat was. Nee. Een hele mooie duidelijk, hè? Nee, ik word nou even heel erg duizelig. Oeh. Ik heb pijn in mijn zij. Waar komt dat vandaan? Een gevoel van hoge bloeddruk, zeg maar. Mijn hoofd knalbaar te krijgen.
dat met mij communiceren. Kom mee. Lena? Helena? Ja, weet ik niet. Evelien, jij weet ook niet wie? Nee. Geen oud-tante of een oma? Oude buurvrouw? Nee, dat was ik. Nee, ik weet het niet. Misschien in de buurt van deze straat of zo. Gewoon heeft. Wow. Er komt even een windvlaag over mij heen. Het raam staat open, ja. Het is dicht. Nee, dat hoeft niet, maar dan weet ik waar, want ik vind het vaak gewoon. Want ik kwam uit de deur. Maar dat is niet echt een heel klein zo. Guillaume is volgens mij 23. Zeg je? Zijn broers is 23, geloof ik. Ja, maar als je jonger dan... Ja. Maakt hij zich zorgen om hem? Om? Dom. Dom, sorry, om hem? Ja. Heeft hij heel erg gedaan. Nou begint het wel minder te lachen. Wie is er mee bezig? Is dat zijn broertje? Of is Dom daar mee bezig? Ik zie namelijk een verandering in een auto. Zijn ze van plan om een nieuwe auto te kopen? Of is het pas een nieuwe auto? Wij hebben pas een nieuwe auto. Was er iets, is er iets met de stuur? Dat zou je aan Dom moeten vragen. Die is de automonteur hier. Is hij een automonteur? Ja. Je zou moeten met een wagen bezig met een stuur. Wat hij niet voor elkaar heeft. Even goed over nadenken. Zijn eigen auto. De Golf. Laatst weer dat stuur. De... De laatste week heb ik een paar auto's gehad waar het stuur van scheef stond waar ik recht moest zetten en zo. Oh, oh. Nou, dat is dus... Ik zie jou zo gigantisch gefrustreerd op de stuur. Oh, is nee. Het wel zo'n frustratie geweest met alweer een auto met de stuur? Nee, de auto van mijn baas. Is dat een rode auto? Oranje. Oké. Even terug naar zijn broertje. Ik zal dat vragen over Guillaume, of jij je eigen zorgen maakt over Guillaume. Vijf jaar geleden is er iets gebeurd. Met die persoon. Of tenminste, daar is heel veel zorg naar gegaan. Vijf, 7 jaar geleden. Soms heb je het gevoel nog steeds dat je zo over het waard, zeg maar. Bepaalde dingen niet los kunnen krijgen plaatsen. Maar hij is sowieso iemand die door het niet nadenken vaker met allerlei probleempjes te maken krijgt, zeg maar. Ja. En dat is inderdaad wel dat ik daar altijd een beetje mee bezig ben. Ja, maar er zit een stukje dat je niet kan loslaten. Ja. Het is voor jou heel moeilijk. Je wilt het wel, maar je kan het niet. Ja, maar ik weet dat het moet, alleen elke keer is het gewoon opnieuw gezeur. Ja. Want nu momenteel speelt er weer iets waar je eigen zorgen om maakt. Weet je wel. Deze informatie krijg je van die man. Je zou het op een hele andere manier opgelost hebben. Je zou zeggen, oh, ik kan hem op pak zorgen geven. Ja, hem. Vet wil zijn en laat hem godverdomme voelen. Dat kan ook een uitspraak van jou zijn, Don. Ja, ook een. Hij geeft echt aan dat er tijd is om
om knopen doorgehakt te worden. Er moeten knopen doorgehakt worden. En deze man die stond daar heel sterk in. Als hij een beslissing nam, nou, dan kon je een lul als brug, man. Niemand die hem daarvan aftrok. Ja, dat klopt. Had een hele duidelijke eigen mening. En dat is wat hij symbolisch hierop mee wil geven van... Het is lullig hoe jullie mij herinneren. En jammer dat je me niet hebt leren kennen van een andere kant. Want hij bedoelde het goed, alleen het kwam allemaal zo hard over. Herken je dat? Deze man kon ook totaal geen liefde uiten. Liefde had hij wel, maar hij kon het niet uiten. Een meisje hier op de kamermas. Moet je huilen? Ja, nee, wel niet huilen, maar wel zo. Je hebt het over dat meisje. Ik heb hier een keer bij de deur, toen de deur dicht was. Mag ik soms schrijven? Mag ik soms schrijven? Ja. Ik zie een meisje in een wit jurkje. Met een witte band in haar haar. Dat is zo'n poppenmeisje. En dan moet het in de tijd van 1800, begin 1900, nog wat. Zo die klederdracht. Wel die kleeddracht, alleen precies een andere kleur. Net, ja, ik zie het zwart-wit, hè? In plaats van wit was het zwart. Oud, dat is lang geleden. Goed zo, dan krijg je een bevestiging. Ja, top. Ken je een beetje dat Shirley Temple? Hoe heet ze, Shirley Temple? Weet je wel, dat danseresje, dat meisje? De kleren, ik zie ze zo voor me. Ik weet wat je bedoelt, alleen het was in het zwart. Dat geen heb ik ook gezien. Die heb jij gezien? Ja, bij de deur. Van onze slaapkamer uit, ik lag in bed, ik zag bij de deur. Daar was toen nog helemaal niks genomen trouwens. Zo mooi. Ja. Nee, dat ik dat zie hè, in één keer. Maar het meisje, dat staat niet, het zit. Ja, het zat een beetje gewerkt. Ja. Net als het tussen bloemetjes zit, zeg maar. Maar dan, ja, Max, ik ga het voor doen. Ja, zo komt ze over. Ja, zo had ik niet. Nee? Maar hij was echt gewerkt met twee beentjes tegen de deur en de rug. Okay. Mij laat ze zich zo zien. Ze laat zich niet helemaal zien, zeg maar. En ik ga even staan. Wat wil dat meisje? Kom maar. Is dit misschien haar kinderkamer geweest? Echt een lust. Wat is dit dan? Meisje, denk ik. Het is jouw kinderkamer. Is het jouw kinderkamer geweest? Heet jij Helena? Of Helena? Lena? Helena? Kun je het bevestigen om een van die meters af te laten gaan? Kom maar. Weet je, er zijn hier echt veel verloren zieltjes hoor. Ja. Van groot naar klein. Ja. Koud en mogelijk. Op het moment dat ik ga staan is het weg. Oh, je bent er nog. Kan je nog meer kleurtjes maken? Laat ze maar allemaal afgaan. Goed zo. Mooi, en de laatste. De laatste. En bij mij wordt mijn benen weer ijskoud. Oh. Probeer maar via mijn energie. Kom maar licht, joh. Kom maar licht in mijn hoofd. Waar zou ik dan mee? Waarom poe je me? En ik denk dat dat vroeger is geweest. Daarom heeft hij daar altijd weggedrukt. Daarom wou hij je niet. Daarom snapt hij dat daar ook heen. Daarom wil hij meenemen. Daarom heeft hij mij daarvoor afgesloten. Daarom riep hij hier toen beneden: ik wilde hier, ik wil hier niks van mee te maken. Nou, dat is nou comforterend. Echt, zal ik even naar hem toe gaan? Ja,
je kunt het proberen. Ja. En zo heeft het hier. Ik ga even, meneer Deshuizen even een watertje geven. Kom eens in het huis te houden. Dit huis te houden, want het is goed. Ja, nodig ik alle energie, ik noem het energie, uit. Om hier in het midden van deze kring, halve kring, te mogen plaatsnemen. En vandaag ga ik het op een andere manier doen. Alle gedachten, onze gedachte is krachtig. En we denken allemaal aan een mooi wit licht. Probeer je even je ogen te sluiten om de concentratie vast te houden. Om het witte licht zie je wat mooie kleuren. En dat mag voor iedereen zijn eigen kleur zijn. Aan je haak toe? Ja. Dat is het meisje. Stap maar in de kring, meisje. En twee kinderen. Evelien en Pieter, ja, jullie mogen nu de kring sluiten. Oké, ze gaan. Ze lopen nu langzaam naar het licht. Probeer het licht eens breed te maken, jongens. Ja, dat denk ik wel. Mijn hendeltje ook. Kan je je naam noemen?